Dus om 12:30 moet ik mij melden. Dus hoe laat is dan mijn operatie? Ja, en dit is dan mijn lekkere pokeball. Ja, dus met kip. Een hele goede morgen, lieve allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. En wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 7 februari 2022. En het is nu 11:30. Ro is er ook even nog. En die moet zo meteen werken tot vanavond. Dus we wensen jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Ja, ik ga maar eens even proberen om het ziekenhuis te bellen om te kijken of ze al iets weten van mij. Een hele goede morgen. U spreekt met mevrouw H.C. Stalman van de Werf. Ik heb een vraag over mijn operatie voor morgen. En ik wou weten of jullie daar al iets van wisten. Hoe laat ik mij morgen moet melden? Moet ik even mijn geboortedatum even doorgeven? Ja, geboorte. Ja. Dat is 7/8/1987. Hè, zo. Oké, dus, oké. 12:30 en dat is dan op de afdeling Emma. En deze is te vinden op de derde etage. Dus om 12:30 moet ik mij melden? Ja. Dus, en hoe laat is dan mijn operatie ongeveer? Ja, durf ik niet te zeggen. Dat daarbij hebben het schema niet van hoe laat de operatie dan plaatsvindt. Oh, oké. Alleen hoe laat dan opgenomen wordt. Is goed, hartstikke bedankt. Ja. Is goed, dank je. Dag. Nou, dat is dus voor mijn operatie. Fijn, in de middag. Jee. Zo, zoals jullie kunnen zien, lig ik lekker op de bank. Ja, tv te kijken. Even dingen weer terugkijken. Nou, Roos aan het werk. En ik heb hier lekker door. Kijk, hier heb ik er eentje liggen. Dat is Draak. Daar heb ik Lady liggen. En dan daar, Loefie lekker liggen. Ik ben lekker ook aan het appen met Ro. En morgen om 12:30 melden bij de afdeling Emma. Ja, jee. Ze gaan het meemaken. Dus vandaag weinig doen. Dus we gaan het meemaken voor vandaag. Ja. Ik ga gewoon even een pokeball maken. Ik heb daar gewoon zin in. En als ik daar zin in heb, dan heb ik daar ook gewoon zin in. Dan moet ik die ook gewoon gaan maken. Dus voor deze ga ik het gewoon lekker maken. Ja, het is lekker plak. Kijk, zoals je kan zien is dit lekker plakkerij. Want het plakt allemaal lekker aan elkaar. En dat moet ook. Maar dat is namelijk eigenlijk officieel dan sushi rijst. Maar wat doe ik allemaal in mijn pokeball? Heel lekker makkelijk. Misschien zal ik dit wel vaker zeggen. Maar banaan vind ik niet zo lekker. Nee, ik heb het gisteren echt geprobeerd. Maar dat is niet echt mijn ding. Nee, bananen doorheen. Geef mij maar advocaat. En advocaat. Avocado. Dat soort dingen. Maar geen banaan. Eeuw. Nee, dat is niet echt aan mij. Nee. Nou, wat doe ik er allemaal doorheen? Het is gewoon heel simpel, lekker makkelijk. Ik heb hier een lekker mooi bakje. Hier. Hier heb ik dus wasabi in. Hier heb ik gember in. En hier heb ik, dacht ik, sojasaus. Maar sojasaus heb ik dus niet meer. Dat is een beetje jammer. Dan doe ik wel even wat anders er nog doorheen. Dat is een beetje ketchup. Even kijken of dat ook lekker is. Ik moet een schaar hebben. Oh man, wat voel ik me beroerd, jongens. Echt waar. Ik heb het gevoel en dat mijn oor aan het zuizen zijn. Gewoon, niet zuizen, maar
Ik weet niet anders hoe ik het moet gaan zeggen, maar oké, dat maakt niet uit. Zo. Ik ga eerst dan even wasabi erdoorheen doen. Dat vind ik lekkerder. Gewoon even knip. Zo. Kijk, lekkere wasabi. Lekker. En vooral als je rijst nog warm is, dan krijg je alles in je mik geschoven, zeg maar. Dan doe ik het zand dan even anders, want dat is een beetje zoet. Dat is geen zout, maar het is een beetje zoeter. Dan pleur ik gewoon nog even een wasabi doorheen. Lekker pittig, hartstikke mooi. Ik vind het helemaal best. Zo. Zo, nou, dan gaan we even lekker door elkaar heen roeren, zeg maar. Die hele wasabi en door de rijst. Vind ik persoonlijk lekkerder. Dus iedereen die het anders wil, dus hou je niet even van wasabi helemaal neerig. Ik wel. Dus ik doe het lekker wel zo. Dus, dan moet ik zo even in mijn kast hier wezen. Ga ik ook zo meteen doen. En ik pleur alles aan de zijkant. Dat is niet handig. Kijk, dan doe ik een beetje ketchup erin. Een heel klein beetje hoor mensen. Kijk, dan pak ik gewoon een dopje. Vul ik die even een beetje. Het is geen sojasaus. Kijk. Dan doe ik het er wel even overheen. En dan doe ik dus twee dopjes nu. Zo, en dan ga ik er gewoon weer helemaal door elkaar heen mengen. Ja. Nee, zo. En dan pak ik nog een beetje wijnazijn. Wijnazijn. Rijstazijn. Zo. En dan gaan we het spullen erom op doen. Nou, en zoals jullie dus weten, word ik morgen dus opgenomen in het ziekenhuis. Denk ik een dagopname, ik weet het niet helemaal zeker, maar dat gaan we zien. Dus hoop ik en dat ik dan weer een beetje wat meer pijnvrij ben, hoop ik. Dan doen we deze weer gewoon weer daar naartoe. Denk ik dat ik nog een beetje rijstazijn erop doe, een beetje nog. Zo. En dan pak ik nog een beetje gemberstukjes uit een zakje. Ja, uit een zakje. Dan kan je wel zeggen dat is helemaal niet gezond. Nee, misschien niet. Maar de rest wat ik allemaal op doe, dat is wel gezond. Dus. En ieder zijn ding. Ik ben hier even op dit moment lekker verslaafd aan een pokeball. En ik ben niet verslaafd aan drugs of wat dan ook. Dus. Laat mij maar lekker een beetje verslaafd zijn aan een lekkere pokeball. Heb ik dat liever dan wat ik allemaal vroeger mee heb gemaakt. Zoals seks en drugs en ga zo maar door. Dus nee. Laat ik dan hier lekker van genieten. En dan doe ik lekker. Ik heb hier dus nog wat kip over. Doe ik er ook lekker op. En ik wil een beetje zalm hebben. Ja, ik wil zalm hebben. Sowieso. Dat is iets voor mij. En dat pakt niemand mij meer af, zeg maar. Dan heb ik hier nog kikkererwten. Dat moet er ook niet aan ontbreken, zeg maar, bij mij. Ook lekker erop. Hou je niet van komkommer, mensen? Want zoals mijn en mijn moeder, die houdt dus niet van komkommer. Maakt helemaal niet uit. Je kan er van alles doorheen doen. Je kan er radijs doorheen doen. Je kan mango er doorheen doen. Maar kijk hier. Ik heb hier mango. Dat is oh zo lekker. Mango. Alleen je moet weten hoe je het moet snijden.
Kijk, en dat doe ik er dan ook nog eens een keertje bij. Mango. Lekker hoeveelheid, lekker. Mag echt wel lekker dat het lekker veel is, zeg maar. Dan pak ik nog een lekkere appel erbij. Een beetje frisheid. Heerlijk. Ik hou er van frisse dingen. Die ga ik dan ook even nu snijden in partjes, in kleine dingen. Dat is in principe zo gedaan hoor. Kijk, alleen je moet gewoon even je rijst koken. En als je dat al hebt gedaan, nou dat is dan, en dan nog de halve werk zeg maar. En dan is gewoon rijst, even dingen erop doen, wat je wil. En eet smakelijk. Nou, ik ben nu ook iets van bijna 8 minuten bezig. Nou, even mijn appel erop doen. Lekker, lekker, lekker. En ik wil ook nog zalm, dus mooi. Helemaal best. Helemaal goud. Kun je misschien wel zeggen, ja maar Karen, wordt dat dan niet een beetje te veel? Misschien. Maar ik mag morgen vanaf vanavond, ja, 1:30 moet ik mij melden. Dus vanaf 1:30 morgenmiddag, dus 6 uur daarvoor, mag ik dus al niks meer hebben gegeten. Dus dan wil ik nu nog wel even lekker eten, zeg maar. Dus dan doe ik het ook maar. Ik heb hier lekker zalm. Brood, die mag wel weer alles doen morgen zo. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal best. Nou, en ik raad je aan om een mooie schaaltje te kopen. En dan niet zo'n klein schaaltje. Nee, gewoon een goede schaaltje. Echt. Doe het dan maar. Dat is best. Hier zit nog een zalm in. Ja. Heel veel mensen die griezelen ervan. Maar ik niet. Ik vind het heerlijk. Daar is ook al ieder zijn mening, ieder zijn ding. Maar ik vind dat gewoon lekker. Dus, dat moet ik me lekker doen. En ik geniet er nu even lekker van. Zometeen, hoop ik. Hoop ik, heel goed gezegd. Goede uitdrukking en van mezelf, hoop ik. Hallo, hallo. Hier zeg ik. Nee. Zalm is een, dat zakje is een beetje naar de haaien, zeg maar. Dat zeg ik heel goed. En bijna naar de haaien. Zo. En dan doe ik het zo. Dan heb ik nog een beetje zalm over. Lekker zo. Lekker eigenwijs. Vind ik leuk. Eigenwijs zijn. Ja. Kijk, en dan doe ik dat ook nog even hier bij je. Zo. En wie mij zalm wil geven, mag. Ik heb. Even kijken, bijna 1,5 kilo voor 13 euro. Dus heb je zoiets van, hey K, alsjeblieft, hier heb je geld, prima, helemaal goed, helemaal wou, helemaal top. Zou ik helemaal fijn vinden, echt waar. Dan pak ik ook een kommetje, juist even voor de zalm, zometeen. Ga ik nou even de zalm snijden. Helemaal in lekkere kleine blokjes, want dit is ruwe zalm, die kan ik gewoon eten zo. Zo. Ga ik zo meteen een beetje marineren. En hou je niet van zalm? Nou, dan ik zou zeggen, pak gewoon een gehakt of kip of weet ik veel. Nou, dan kun je het ook eten. Gewoon even kipkruiden bakken. Even af laten koelen en dat gewoon bovenop je rijst doen. Ja. Er zijn zoveel romen die naar wegen leiden, zeg maar. Dus, kijk, en dan heb ik hier dus mijn zalm. Dat gaat dus nu in een bakje. En daar gaat dus weer even ketchup overheen. En
En waar ik nu ook heel veel last van heb, dat zijn mijn handen die aan het tinkelen zijn. En mijn oren die... ik heb echt zoiets van, oké, het zal wel. Mot maar. Maar ja, het moet ook soms af en toe. Maar... Zo. Even peper pakken. Even kruiden. Want zelfs dit doet me zeer hoor. Maar oké. Ja, ik ben nog steeds aan het bellen. Ja, ik bel hun zo meteen wel even terug. Zo. Ja, ik word nou ook gewoon gebeld. Maar dat maakt niet uit. Bel ze straks wel even terug of zo. Ik vind het best. Ik vind het goed. Dus. Even lekker in de marinade, zeg maar. En dan kan je wel zeggen, Karin, je... En je koelkast staat nog open. Ja, weet ik. I know, mensen. Ik weet het. Hij staat inderdaad nog open. Ik weet het. Ik weet het, jongens. Ik weet het. Ik weet het. Ik wil ook namelijk lekker melk hebben. Yes. Even lekker hierin doen. Tenminste wat te zuipen en te drinken. Lekker. En dan bel je nu. Dus, oké, wauw, knap. En dan heb ik hier dus nog zalm. Een kikkererwt heb ik er al in gedaan, helemaal top. Radijsjes hoeft niet altijd, maar als je het lekker vindt, dan zou ik je het aanraden. En wat ik altijd in principe wil, dat is dus namelijk deze. Deze zijn nog niet rijp. En Rodi had het al namelijk al gesneden, terwijl deze nog gewoon niet rijp zijn. Dat is handig. Al iets snijden. Maar heb ik er nou eentje gevonden die meer rijp is dan Rodi had gesneden, maar dat geeft niet. Even meemaken. We gaan deze even snijden. Hallo, wazig. Ik wil niet wazig zijn. Dan gaan we gewoon even snijden. Juist. Kijk, avocado mag bij mij echt gewoon niet ontbreken. Ja, deze is goed. Deze is goed. Deze is helemaal perfect. Kijk, zo hoort hij. En dus wat doe ik? Ik doe het allemaal in kleine reepjes. En dan doe ik het nog een keertje in reepjes. En zodat ik mooie kleine blokjes krijg. Kijk, nu heb ik het dus in reepjes. En dan gaat hij nog een keertje weer schuin in reepjes. Dus... Zo. Top. Maar ja, Ro al helemaal weer stressen vandaag. Want onze buurman die heeft en zijn auto aan ons mee. Die krijgen we morgen mee, omdat ik dus morgen naar het ziekenhuis moet. Dus... Daar mag Ro lekker in rijden morgen. Lekker even. Heerlijk. Luxe auto. Yes. En dan ga ik het nu toch een keertje proberen. Om dus niet zo kleine reepjes te maken. Maar een halve maandjes, zeg maar. Dus niet helemaal zo. Maar gewoon eens even. Nog een keertje snijden. Door de midden. Zo. Ja, wat? Piepdoos. Ja, jullie weten het ook, hè? Dat mama niet lekker is. Ja, ik weet het. Nou, ik ga het gewoon even een keertje zo doen. Van even die halve maandjes pakken.
Zo, eens even kijken. Deze is ook nog niet helemaal rijp, maar wel beter dan wat het net was. Die Ro eigenlijk gisteren had gesneden. Maar dat geeft niet. Hij doet zijn best. Dus, nou. En dan doe ik zo meteen nog mijn zalm erop. Deze nog even keertje even nog snijden. Dit is mijn ene laatste. En dan kan inderdaad ook zo meteen mijn koelkast dicht. Ja mensen, ook dat weet ik. Ik weet het. Het is nou niet echt energiezuinig wat ik doe. Ook dat weet ik allemaal. Maar wie en wie betaalt de stroom? Jullie of ik? Ik hè? Ja, dat dacht ik. Dankjewel. Kijk. Even kleine partjes maken. Helemaal goed. Helemaal goed. Kijk. Dan heb je hier dus een mooi pitje. Die haal ik er dus nou even mooi uit. Ja, mensen, vraag me niet hoe en hoe ik deze video nou opneem met pijn. Maar dat weten jullie onderhand. Dus, maar ja. Dus we gaan het meemaken. Zo. En dan nu gaat mijn zalm erop, jongens. Mijn zalm. Moet ik hem nog niet een beetje wat meer peperen? Ja, ik ga hem nog een beetje wat meer peperen. Iets meer peper erop. En dan nog even door. Lekker, zeg maar. En dan laat ik hem zo meteen aan jullie zien. Nou, 20 minuten klaar, jongens. Even maar. Zo. Dan ga ik hem erop doen. Mijn zalm. Hou je niet van zalm? En dan kun je ook namelijk gewoon ander vlees erop doen. Zoals een zigeunersnitzel of wat dan ook. Maar ik kies nou even hier lekker voor vandaag. Ook helemaal niet erg. En wat ik bijna vergeten ben, dat is mijn zeewieren salade, zeg maar. Deze moet ik erop hebben. Waarom weet ik niet. Ik vind het gewoon lekker. Zo. Top. En wat ik normaal doe, was ook nog een beetje sojasaus. Maar omdat we die nou niet hebben, pak ik weer een beetje ketchup. Ja. Ik weet dat is niet goed, maar ik wil wel een beetje. En dat doe ik er gewoon lekker helemaal overheen. En dan doe ik even twee dopjes ook weer. Yes, en dan bijna klaar. Zo. En dan deze. Ook niet heel erg onbelangrijk. Hij is bijna alweer voor de helft leeg. Maar hoeveel eet ik het nu? Heel veel. Kun je wel weer zeggen, Karin, er gaat weer te veel saus overheen. Maybe, misschien, wat ik dan doe. Want ik ben de enige die dit eet. Even een beetje opblazen. Als ik het deed. Ja, ik ga het jullie even laten zien. Ja, en dit is dan nu mijn lekkere pokeball. Ja, dus met kip, kikkererwten, mango, avocado, zalm en een appel. Niet eens komkommer of zo. Gewoon simpel met zeewiersalade, die saus erop en hartstikke mooi. Lekker makkelijk, toch? Wat hoor jij? Wat hoor jij? Hoor jij daar de baas? Hoor jij daar en daar de baas dan? Er is nog hier twee die jou horen. Dat is geweldig. Hoor jij de baas dan? Hoor jij de baas? Puppy. Ja, nou dan moet je naar de deur toe gaan lopen.
Dan, en dan kun je papa zien zometeen. Ik zit weer eens op bed. Ja. En dan weten jullie het wel. Dat ik lekker deze vlog ga afsluiten. Dus, vond jij deze vlog dan weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dan een duimpje omhoog. Hier beneden. Eventjes. Doe maar even. Goed zo. Even abonneren. Heb je het gedaan? Ja. Kijk, top. Ja. En doe eventjes een reactie achterlaten. En doe dan ook gelijk eventjes het belletje aan. Want dan blijf je op de hoogte met elke dag wat ik online zet op YouTube. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.